Het is de eerste, maar het is gelijk een goeie. Binnen.
Joi. Wat een begin. Zesennegentig. Prachtig. En nummer 2. En die is klein, hè, maar het is toch ook mooi.
Oké. Okay. 76, 75. Leuk visje. En nummer 3. Ja, dan is een beetje in de file staan niet zo heel erg. Ik heb er wel een half uur mee verloren, maar als het zo gaat, dan heb ik er vrede mee. Ja, weer een leuke. Dat lichte hengeltje is dat gewoon super leuk. Nou, die had er wel zin in. Ja, ik vind het anders ook niet leuk, maar... Als je niet gaat, dan wordt het alleen maar gek. Lekker. Nou, die had er geen last van.
79, 80. Weer een leuk visje erbij. Blij mee. En weg is het. Kut. Ochtendhumeur. Je gaat het toch geloven, jongen. Leuk. Misschien dat het die van net is die gelost, maar het lijkt me sterk. Zo'n lekkere dikke. Je ziet die pensie. Er zit echt iets stevigs in. Nou.
Toch nog eentje in het troebele water. Ja, het ligt hier vol met takken. En een van die takken onder water, daar zit ik al vast. Dit is een goed moment om nog eens dit ding te demonstreren. En sinds ik dit ding heb gemaakt, en de stok met dat oog eraan, heb ik eerlijk gezegd nooit meer één striemer gelost of gespeeld. Daar is die hier. Simpel, maar ontzettend doeltreffend. Ja, dat had zomaar een topdag kunnen worden. Want ik was vanmorgen wat verlaten door de file die er stond. Een half uurtje ongeveer. En ik was dus iets later en ja, ik stap mijn bellyboot in en ik vaar misschien 20 meter. En bats. En ik heb al een 96er. En dat was het begin van een happy hour, om het zo maar te noemen. Want ik pakte er 6 achter elkaar. En ik loste er nog één, nou, dat heb je allemaal kunnen zien. Alleen dit water waar ik vis is vrij ondiep. En het is de verbinding tussen twee grote stukken open water. En de afgelopen dagen heeft het flink geregend. En dan is het hier eigenlijk altijd zo dat er een enorme hoop blubber het water in komt. En na zo'n 2,5 uur vissen begon er te stromen. En toen kwam er inderdaad, nou ja, niet een beetje blubber. Het water ging echt van volledig glashelder naar volledig geen doorzicht meer. Nog geen 5 centimeter. En ja, dan weet je eigenlijk al, dan valt het helemaal dood. En dat was ook zo. Dus ja, dan die grote stukken water op zoek heeft ook geen zin, want die waren ook volledig troebel. Dus ik ben hier een beetje blijven rondhangen nog zo'n 2,5 uur. En ik heb er nog één bij weten te vangen. Met een spinnerblaadje voor mijn streamer om een beetje extra trilling in het water te geven. En dat werkt in ieder geval voor die ene snoek. Maar goed, verder vissen had geen zin, dus ik ben wat vroeger gestopt als normaal. En wat ook nog wel leuk was, is dat ik op een zeker moment parallel aan de oever langs wat bramenstruiken voer. En ik denk, wat zie ik daar nou? En dan zie ik een bever liggen op zo'n 2,5 meter afstand van me. En die lag me gewoon aan te kijken, want die was eigenlijk net zo verbaasd als ik. Dat is natuurlijk super leuk, even de camera aangezet. En ja, hij bleef eigenlijk heel erg geïnteresseerd naar me kijken en op een gegeven moment was hij toch weg. Maar ja, dan zie je hem verderop weer boven komen, dus toch nog even een stukje gefilmd, want die beesten zijn gewoon super nieuwsgierig. En ik heb ook het idee dat ze gewoon slecht zien, want ja, ik heb het meegemaakt en dat heb je ook in een van mijn filmpjes gezien, dat er eentje gewoon op me afkomt zwemmen, omdat hij duidelijk niet wist wat er gebeurde. En ja, eigenlijk op, nou ja, bij mijn hengeltop, hè, dus op 2,5 meter afstand van me vandaan, heb ik maar even met mijn hengeltop getikt, omdat die anders gewoon de boot ingestapt was. Nou, volgens mij met die grote bevertanden kun je daar beter niet hebben als je daar ruzie mee krijgt. Dus, maar goed, wel heel leuk dat je dat ook op zo'n dag als vandaag weer kan filmen. Dus ja, vroeg gestopt en deze week maar weer een nieuwe sessie plannen. En hoe dat gaat aflopen, als je gewoon blijft kijken, ga je ook dat weer zien.